Een hele goede middag. Welkom bij de familie Stammel van de Werf, lieve kijkers. Ja, welkom bij deze leuke knutselvlog. Wij gaan het leuks maken, samen met jullie. Wat is dit? Het is eigenlijk voor baby's, zeggen ze. Maar ik ga dus de hondenpoten erin doen. We gaan dus eerst voor Lady aan de slag, want die is echt gewoon moe. Maar dat kunnen jullie mooi zien in de andere vlog daarvan. En van, ja, gewoon leuk. Dus we gaan even aan de slag. En we nemen jullie gezellig mee. Dus heel veel kijkplezier. Nou, we hebben het dus al uit verpakking gehaald. Nou, we gaan dus deze doen. Ja. Nou, dus dat is ook een hele beschrijving op. We moeten dus eerst nu 2 minuten kneden. Nou, dan ga ik het dus uit de verpakking halen. Ik ben altijd zwaar geweest. Scheelt weer. Zo. Hé, hey, een leuk rietje. Wat zou dat bedoeld zijn? Een leuke lintje. Wat zou dat nou bedoeld zijn? Ik weet het niet. Nog geen idee. Een leuke malletje. En een houtstokje. En deze. Ja. We gaan dus lekker bezig. Heb ik een schaartje? Nee. Maar het hoeft ook niet. Hoeft ook niet. Nee. Kijk. Ik doe alles in principe. Met mijn tanden vind ik het helemaal leuk. Ja, ik weet het is slecht. Ga daar maar over eilen. Mag van mij. Ik vind het leuk. Wil je dan even 2 minuten zometeen bijhouden? En met de kneden zometeen? Ja. Want kijk, het is allemaal lekker kneed, kneed, kneed. En dan heel de via vies. Ik weet al hoe jij bent namelijk. Met dit. Met de kogel. Een lijmsubstantie of zo. Ja. En dan moet je in dat malletje kneden? Of moet je nee, je moet dat gewoon gaan kneden. En dan in het malletje doen. Ja, straks. Maar ik moet dit eerst ervan afzien te halen. Denk ik zo. Het is gewoon klein, dus alleen dan moet je er wel vanaf kunnen halen, hè? Kijk, doe ik het gewoon even zo. Het is lekker, lekker kleverig. Lekker kleverig, ja. Dat kan je wel vertellen, ja. Het blijft gelijk weer overal aan. Ja. Nou, wat we dus nu even aan het doen zijn, dit moet je echt even met 2 mensen doen. De ene die gaat met de vingers of nagels het er even van afhalen. Ja, en die kleine dingetjes, dat maakt niet heel veel uit. Als de meeste er maar af is. Zoals dit. Gewoon eventjes rollen eigenlijk er van af. Kijk. Gewoon even er van af halen, want anders krijg je er echt niet van af. Kijk, mooi. Mooi, dan ga ik even nu 2 minuten kneden. 2 minuten, maar liefst. 2 minuten, dat is mooi. 2 minuten en dan kan ik ook deels daar mooi in de gaten houden. Waarom weet ik niet hoor, waarom je 2 minuten moet kneden. De lucht denk ik eraf. En ik ga eerst even mijn ding ervan afhalen. Halverwege. Ja, dat is mooi. Driekwart. Ja, dat hoef je niet de hele tijd te zeggen. En dan ga je, als je eventjes je verveelt, eventjes naar buiten kijken. En dan zie je weer een hoop dingen. Ja, ook handig. Nou, en voor de meeste mensen die het weten, Roderick, de nieuwe onder ons, die zit dus in een... die werkt, die loopt stage. En bij een beveiligingsbedrijf.
Maar we zeggen niet welke beveiligingsbedrijf. Maar hij moet deze week heel vroeg. Dus ja. Bijna klaar? Ja, bijna klaar. Nog even. Nou, ik zie daar al 2 minuten hoor. Ja, ja. En ik begon met 45 seconden. Ja. Dat ben ik bij. De tijd is nu om. Mooi. Dan heb je hier dus een klein rolletje. Handig. Nee. Ik heb het gezien op een YouTube hoe en hoe het moet. Gebruik dus een bord, dat is wat handiger, vind ik. Kijk. Als je een eigen deegrollen hebt, dan kun je het dus ook daarmee doen. Ja, dat is wel niet te groot. Ik weet hoe het moet. Okay. Ik heb het gezien op YouTube. Oké. Zo. Waar ligt mijn meisje? Zo, dan ga ik even naar Lady pakken, dus we zijn zo weer bij jullie terug. Mooi meisje, mag ik jou even hebben? Kom eens hier, ik weet dat je weer heel moe bent. Even al die haren er vanaf. Ja, weet ik meisje. Dit is Lady haar poot. Mm-hmm. Ja. Kijk, en ik heb dus nu een prikketje. Ja. Lady! Nou, wil jullie onwijs bedanken voor het kijken naar deze leuke knutselvlog. Ja, met een soort van gips, klei, voor het pootafdruk van Lady. Wil je die nou zelf ook maken? Nou, dat maak dan. En bericht mij dan eventjes met jouw eigen account dat je hem hebt gemaakt. Want dan ga ik kijken, vind ik leuk. Daar leer ik Rick ook weer van. En wil je meer van dit soort dingen zien? Laat dan even gelijk weten hieronder. In de comments, in de reacties. Dat zou ik onwijs leuk vinden. En als je dan toch daarbij in de buurt bent, gaan we een beetje omhoog. Hey, het rode button. Abonneren. Het is gratis. Nog altijd. Heb je daarnaast een mooi belletje? Doe die dan ook even aan. Want dan blijf jij zeker op de hoogte met alles wat ik online plaats. En doe het blauwe duimpje omhoog. Want dat helpt mij ook weer groeien. En dus ook
ook, en ook dus als je dus abonneert, want dan ga ik omhoog. En dan krijg je dus alles te zien wat ik dus online plaats. Hey, dankjewel familie. En tot de volgende keer. Doei!